En we hebben het hier vanmiddag uh, natuurlijk al over gehad, maar er is sprake van woningtekort, een groot woningtekort. Iedereen kent wel iemand uh, die jarenlang moet wachten op een sociale huurwoning of flink de portemonnee moet trekken voor een koopwoning. Daarom wil het CDA de aankomende 10 jaar 1 miljoen nieuwe woningen bouwen. En dat willen we ook voor specifieke doelgroepen doen. We bouwen 250.000 woningen voor starters en we stimuleren uh, ouderhofjes, knarrehofjes. Dat doen we uh, onder stevige rijksregie. Er komt weer een minister van Volkshuisvesting. Die locaties gaat aanwijzen, gaat zorgen dat de procedures sneller gaan en zorgen dat die woningen daadwerkelijk worden gerealiseerd. Ook schaffen we als CDA de verhuurdersheffing af, zodat ook corporaties die te lang in de hoek zijn gezet, meer gaan bouwen en gaan verduurzamen. Want we willen echt doorpakken, en dat moet ook voor meer betaalbare woningen.